Woensdagavond staat er voor NEC een bekerwedstrijd op het programma. De ploeg van trainer Rogier Meijer speelt in de achtste finale tegen FC Groningen. Afgelopen zaterdag speelden de Nijmegenaren nog bloedeloos gelijk in de competitie tegen Heracles Almelo. En natuurlijk hebben we dingen gezien die, die goed zijn gegaan. Ik bedoel, je hebt weer een nul gehouden. Ik denk dat je weinig kansen hebt weggegeven. Dus dat zijn dingen die we benoemd hebben. En We hebben ook laten zien dat we aan de bal beter kunnen en beter moeten. En daar gaan we weer mee verder. Javier Vet keek de gehele wedstrijd toe vanaf de bank. In voorgaande bekerwedstrijden mocht Vet wel de volle 90 minuten spelen. Ja, zeker. Dus het is fijn om weer even aan de bak te kunnen en te laten zien waar ik van gemaakt ben. Eerder dit seizoen won NEC in de competitie met 3-0 van de Noorderlingen. Met wat geluk kwam NEC toen op 1-0 en vervolgens speelde het keurig de wedstrijd uit. Zit dat er nu weer in? Uh, ja, dat, dat, die vorige uitslag zal niet zoveel zeggen over morgen, denk ik. Dat is een andere wedstrijd en op een ander tijdstip. Uh, ik denk dat Groningen, hè, zoals ik Danny Buijs ken, uh, zeer competitief zal zijn. Uh, wil strijden om, om door te komen in de beker. Nou, we weten allebei dat hij na een thuiswedstrijd volgt. Nou, dus daar, daar wil je graag in komen. Uh, ik denk dat Groningen een lastige ploeg is om te bestrijden. Hè. Ook, uh, ook, ook redelijk goed kan verdedigen. Dus ja, we zullen hem morgen zien. Ja, nee, we hebben ze in de competitie gehad. Toen vond ik ze niet heel sterk. Maar uh, ja, je, je weet nooit met wat voor team ze komen of, uh, of wat er gebeurt. Uh, ik denk dat we daar toen uh, uh, ja, goed tegen voetbalden. Dus uh, ik hoop dat we dat uh, weer kunnen laten zien. Jordi Bruin viel afgelopen weekend uit met een hoofdblessure En is daar nog niet van hersteld. Uh, Jordi Bruin is in ieder geval niet erbij. Uh, dus dat is uh, sowieso uh, een, uh, een afvallen voor morgen. En dan, dan zullen we morgen kijken wie, uh, wie er speelt. FC Groningen en NEC trappen woensdagavond af om kwart over zeven. De wedstrijd is natuurlijk live te volgen bij RN7.